De bowlingbanen mochten al een paar weken open, maar vanaf 1 juli mogen ze nog meer door de versoepeling van de maatregelen. Desondanks blijft het wel anders dan normaal. De Deventer Buitensociëteit moet dan ook met het een en ander rekening houden. Wij moeten ons aan strikte regels houden. We hebben natuurlijk nog steeds te maken met coronamaatregelen. Het is niet dat alles nu vrijgegeven is. De 1,5 meter blijft en ja, wij kunnen eigenlijk maar de helft van onze banen gebruiken. We moeten in ieder geval eerst reserveren. We hebben alles op reservering, zodat wij ook kunnen plannen. We willen de aantallen mensen weten. Wij vragen ook aan de telefoon al of mensen uit 1 huishouden bestaan. Want dan mogen ze dichter bij elkaar. Eigenlijk de leeftijd vragen we. En of er geen gezondheidsklachten zijn. De helft van de banen betekent uiteraard ook minder klandizie dan normaal. Het loopt vanzelfsprekend dan ook geen storm bij de Deventer Buitensociëteit. Ja, we merken ongetwijfeld is het natuurlijk een stuk rustiger dan hiervoor. Grote feesten die wij hier veel hadden, die zijn dit jaar toch veel uitgesteld naar volgend jaar. Nou ja, en de 1,5 meter, ja, als het gezellig is, dan willen mensen toch liever bij elkaar zitten. Nou, in het begin was het heel rustig. Toen wij net open mochten, mocht het alleen buiten. Bowlen mocht nog niet. Toen hebben wij een paar hele drukke dagen gehad. We hebben hier gelukkig de ruimte. Dus mensen kunnen ruim van elkaar afzitten. En daarna zag je toch wel dat het wat rustig was. Toen het bowlen weer begon, is het niet gelijk volop. Maar dat begint nu toch langzamerhand, krijgen de mensen wat meer vertrouwen. En zolang we het serieus blijven nemen, dan zien we gelukkig weer een kleine stijging van het aantal gasten wat we krijgen. Hoe lang alle maatregelen nog van toepassing zijn, is nog maar de vraag. Lodewijk kijkt in ieder geval nog met vertrouwen naar de toekomst. De 1,5 meter blijft voor bowlen wel lastig, maar ja, het is te doen. We werken er gewoon naar. Wij kijken wel vol vertrouwen natuurlijk naar de toekomst. Ook omdat onze locatie vrij omvangrijk is en groot en we hebben wel de ruimte. Dus we kunnen wel redelijke groepen weer herbergen. Wij zijn zeker blij om weer open te zijn. Gelukkig kunnen we weer gasten ontvangen en doen waar we goed in zijn.